Zo lieve vrienden, ik had nog beloofd dat ik een videootje ging opnemen over alles wat nieuw is binnengekomen van Longi, onze spelletjesproducent. Die hebben altijd zo'n leuke spelletjes dat je kei veelzijdig kan inzetten. En ik hou er echt van om zo bij de feestdagen een hele grote bestelling bij hen te plaatsen. En om dan zo eens lekker diep in te gaan op wat dat ieder spelletje net is, wat je daar allemaal mee kunt. Zodat jullie ook heel goed kunnen inschatten wat past nu goed bij mijn kind en wat een beetje minder. Ik zit hier met een theetje, want je hoort het misschien, ik ben een beetje nasaal. Ik ben flink verkouden. Maar ik had zoveel zin om deze video op te nemen, dus ik dacht, we doen het dan gewoon maar even met een warm drankje erbij. Dus ik doe nog een slok en ik pak het eerste erbij. Degene waar ik misschien al wel meteen het meeste van verwacht. Hij is helemaal nieuw op de website. En het spelletje noemt, ik vertaal het even vrij naar het Nederlands, Tok Tok, de Vos. En die spelletjes van Longi zijn altijd gigantisch leuk, omdat er zoveel stukjes bij zitten, deeltjes bij zitten. En dat is bij dit spelletje echt niet anders. Je gaat meteen zien, ik ga het hier zo een beetje ter demonstratie zetten. Alles bij Longi zit heel mooi in zo van die stoffen zakjes. Zodat je het achteraf ook echt goed kunt verzamelen allemaal. Maar hier zitten dus zo van die... van die eitjes bij, van die kippen-eitjes. Dobbelsteentje, een pionnetje voor de vos. Waarom vind ik deze spelletjes nu zo leuk? En ik zeg deze, want je gaat meteen zien, hij lijkt heel hard op een ander spelletje dat we al wel langer in ons aanbod hebben. Dit zijn de coöperatieve spelletjes van Longi. En dat wil zeggen dat het echt een kwestie is van samen te werken in dat spel. Ofwel is iedereen tegelijkertijd gewonnen en is iedereen geslaagd, hè, in de opzet van het spel. Ofwel is het niet van dat en kan je bijvoorbeeld nog eens opnieuw spelen om dan je strategie een beetje aan te passen en in vervolg wel te kunnen winnen bijvoorbeeld. Maar dat is bijzonder, bijzonder leuk, want ik vind, dat zijn zo van die dingen, dat bestaat echt te weinig als je het mij vraagt, zo van die spelletjes om echt samen te werken. Ik vind dat eigenlijk heel fijn, want dat is een belangrijke waarde, denk ik, in deze maatschappij, dat we echt leren, al van jongs af aan, van we kunnen samenwerken om doelen te bereiken. Je hoeft niet alles alleen te doen. Je mag hulp vragen. En op een hele speelse manier kunnen we dat eigenlijk al zo via die spelletjes beginnen oefenen. Nu, wat is de bedoeling van dit spel? Je kan het misschien al wel raden hoor, maar het is de bedoeling dat die vos niet bij de kippen komt en niet bij de eitjes komt. Dus alles wat hij doet door middel van te dobbelen, staat echt in functie van zo snel mogelijk al die eieren weghalen bij die kippen. Zo snel mogelijk ook al die kippen in veiligheid brengen en zorgen dat die vos niet eerst is. Dat, wat het ook is... gaat duidelijk worden als je dobbelt. Want ofwel ga je daar een kippetje gooien, ofwel gooi je een vos. Als je de vos dobbelt, dan, ja, dan mag die een zetje doen. En als je de kip dobbelt, dan mag je, als je alle eitjes al reeds hebt verzameld, ook een kip in veiligheid brengen. Dus dat is eigenlijk zo de laatste zet om alles veilig te stellen. Nu, ik had al gezegd dat die houten eitjes hier dus allemaal in zitten. Er zitten echt verschillende in, ik ga ze nu niet allemaal uitpakken. En je hebt dan ook zo dat bordje. Je moet daar die gaatjes zo uitduwen. En dan kan je die eitjes daarin zetten. En zo begint het spel dus, hè. Met allemaal nestjes met die eitjes dan in. Zodat je daar eigenlijk van kan vertrekken om te spelen. Voilà, de kippetjes zitten natuurlijk ook los. Want die verzamelt je dus idealiter, hè. Als alles goed gaat. Dat is het pad, dat zet je gewoon op het spelbord. Dat is dus het pad dat de vos aan het wandelen is naar de kippetjes. Belangrijk om te zeggen misschien, en dat is over het algemeen zo bij alles van Longi, is dat er geen Nederlandstalige handleidingen bij zitten. Je krijgt hem wel in een paar talen, met onder andere in het Engels. Nu, dat is altijd maar één paginaatje met uitleg. Veel is dat niet. Dus dat is eigenlijk altijd wel heel helder en duidelijk uitgelegd. Dus ik heb er eigenlijk nog nooit problemen mee gehad om nu echt te snappen van ja, wat is nu echt de bedoeling van dat spel hier? Dat is eigenlijk nooit het geval. Tok Tok, de Vos, denk ik dat ik hem op de website heb gezet. De echte naam is Kluk Kluk, de Fox.
Zoals ik al zei, een coöperatief spelletje om samen te werken. Net zoals in deze dus, hè? Save the Cat. Nu, Save the Cat staat al langer op onze website. Dus daar moet ik misschien ook niet meer al te diep op ingaan. Maar hier is echt hetzelfde principe. Hè? We werken allemaal samen om het doel te bereiken. En in dit geval is dat die kat uit dat brandende gebouw redden. En ook hier, hè, je moet een soort van strategie bedenken. Waar dat je echt emmertjes water naar het juiste verdiep toedraagt. En als alle vlammetjes, want die kan je dan zo, voordat je begint met spelen, prepareer je dat spelbordje door overal wat vlammetjes te leggen. En ja, als al die vlammetjes uiteindelijk weggenomen zijn, dan zijn jullie gewonnen. Ook echt samenwerken, samen oplossingen bedenken, samen proberen, hulp inschakelen. Dat zijn zo hele fijne spelletjes om dat te oefenen. Nu, qua leeftijd zijn die eigenlijk allebei hetzelfde. 4 tot 8 jaar. Je kan dat al spelen vanaf 2 personen. Ik denk deze ook. Ja. Voilà. Maar je kan dat zelfs nog spelen tot een groep van 8 zelfs. Dus dat is eigenlijk zo wel een hele fijne marge. Waardoor dat het ook maakt dat het ook voor kleinere gezinnen kan. Hè? Of in een gezin bijvoorbeeld waar een paar mensen echt niet houden van gezelschapsspelletjes spelen. En bijvoorbeeld 2 anderen wel. Je kunt het ook gewoon 1-op-1 spelen. Dan, ik gooi er al eventjes een puzzeltje tussen. Want ik heb niet alleen spelletjes ingekocht, ook soms is een puzzeltje. Deze, super schattig. Welcome to my home. Dat is een puzzeltje. Met 36 stukjes. Nu, het zijn behoorlijk grote stukjes. Ze zeggen hier 5 tot 8 jaar. Zou ik niet per se zeggen. Dit is wel een puzzeltje dat eerder kan. Ik heb met puzzels ook altijd zo een beetje het principe van je doet dat vaak ook samen, als dat voor jonge kinderen is. Je laat hen bijvoorbeeld het zoldertje leggen, hè, ik zeg nu maar iets. Bestaat uit een beperkt aantal stukjes. Hier nog geen 10 stukjes. En dan heb je de zolder al gelegd. Dus je kunt daar op die manier eigenlijk ook veel eerder mee aan de slag, hoor. Zoals altijd, hè, ook weer echt in een supermooi zakje. Maar waarom dat ik overstag ben gegaan voor deze puzzel, is omdat op ieder puzzelstukje eigenlijk zoveel leuke details zitten. Het deed mij echt enorm hard denken daardoor aan de verhalenpuzzel die ook al in ons aanbod zit. Tea by the Sea. Ik zal hem zo meteen ook eventjes tonen, hoor. Maar dit is dus eigenlijk voor jongere kinderen. De stukken zijn echt groter. Echt een gemakkelijkere puzzel, hoor. Ook omdat je echt zo met die vorm van dat huisje al sowieso zit. Maar als je een kind hebt dat graag vertelt en dat graag fantaseert en zo, ja, dan is dit echt zo'n fijne puzzel. Want van zodra dat die bezig zijn, kunnen die eigenlijk beginnen verzinnen en vertellen over al die verschillende dingetjes dat op dat puzzelstukje te zien zijn. Dat is een hele leuke. Ik weet dat ook heel veel logopedisten en zo bij ons bestellen voor in jullie praktijk. Hè? Om echt te laten vertellen, te laten babbelen. Er zit keiveel kansen in om woordenschat die te maken heeft met het huis, wonen, te benoemen. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn. Hier moet ik misschien ook nog over zeggen dat dat een puzzeltje is met 2 kanten. Dat is een extra moeilijkheid. Maar op zich, voor de jongere kinderen, je legt die eigenlijk gewoon op tafel al met de juiste kant naar boven. Hè. En zo kan dat daarvoor wel weer opgelost zijn. Maar het legt dus wel zo nog een extra laagje voor de iets oudere kinderen. Omdat ze soms een beetje moeten nadenken van, welke kant heb ik hier nodig voor deze puzzel? Altijd wel fijn als je dan toch zo een puzzel aankoopt, dat je ook weet van, ik kan daar iets langer mee doen. Die blijft wel uitdagend, ik kan die op verschillende leeftijden inzetten. Dat is echt wel het materiaal, die details. Dat is dan zo dat schouwtje. Ik kan dat op iedere leeftijd inzetten. Voor iedere leeftijd valt er zowel iets uit te halen. Dat is een enorme kracht van die dingen van Longi. Ik benoemde hem al even, onze verhalenpuzzel Tea by the Sea.
Dat is een geweldig mooie puzzel. Ik toon hem hier even op de achterkant, want zo snel kan ik hem helaas niet leggen voor jullie. Die begint boven water en die eindigt ergens diep in de zee. Maar geweldig gewoon. Die details dat er allemaal op te zien zijn, is gewoon ongelooflijk. Dit is een puzzel. Nogmaals, alleen, je kiest hoe dat je dat gebruikt. Hè. Dat is het fijne met dat materiaal. Maar wat dat in de handleiding van Longy zelf staat, ik zal het zo zeggen, is dat je begint met hem te leggen en dat je daarna de verschillende opdrachten kan doen die erbij horen. Je gaat zien, sommige opdrachten, ja, daar heb je echt wel de puzzel voor nodig. Maar het is dus niet per se nodig om hem eerst te leggen, hoor. Want je hebt naast de puzzelstukken, ze zijn ongeveer zo groot, het is een puzzel van 100 stukjes trouwens. In de doos zitten dus deze dingetjes bij. Dat zijn zo van die uitdrukkaartjes. Je hebt dan dus allemaal verschillende vierkantjes. En al die elementen, die zijn ook te vinden op de puzzel. Dus je voelt al meteen dat dat een eerste opdracht kan zijn. Van, ga je nu eens letterlijk op zoek naar al die dingetjes hier en probeer ze te vinden. Je kunt dat om beurten doen, je kunt dat ook alleen spelen, dat maakt allemaal niet uit, kan allemaal. Een ander leuk ideetje dat Longy zelf aangeeft, is om bijvoorbeeld een soort van drama-opdracht te doen rond die dingetjes. Er zitten heel veel personagetjes bij, die vizier bijvoorbeeld. Kun je die zo eens echt proberen uit te beelden? Hoe voelt hij zich? Wat doet hij? Als hij zou kunnen babbelen, hoe babbelt hij hem dan? Echt zo van die dingen, zo daar is heel diep op gaan. Dat is een opdrachtje dat Longy bijvoorbeeld zelf aanraadt om te doen. Daarnaast geven ze ook nog wel tip om een soort van detectieve spelletje te doen, waar dan één iemand een kaartje trekt. Hè. Die toont dat niet aan de andere mensen die mee aan de tafel zitten of die mee het spel spelen. En die begint te vertellen over dat stukje. En dan is het de bedoeling om de mensen die de puzzel voor zich hebben liggen, om te gaan zoeken over welk fragmentje van die puzzel gaat het hier nu eigenlijk. Dus dat is eigenlijk ook een heel fijn ding om te doen met die puzzel. Nu, ik weet 100% zeker dat je daar nog zoveel verschillende dingen mee kunt doen. Dat is ook, ja, nogmaals, hè, echt de kracht van die producten. Hier plakken ze van 5 tot 8 jaar op. Ook hier, volgens mij, kan die misschien al wel een beetje eerder, maar omdat het vanwege het aantal stukjes hier, denk ik dat dit zeker wel in de juiste richting zit, hoor. 5 tot 8 jaar. Iets totaal anders is dan deze. Hij zat al eerder in ons aanbod en hij is nu terug. Beep, beep. Ik denk dat ik hem op de website heb aangemaakt als toetoet. Verrassing, verrassing. Nu, dit is ook een gewone puzzel, maar een kei toffe, want het is echt een traject. Het is een soort van weg. En het is op zich een hele gemakkelijke puzzel, omdat ze maar in één richting kunnen gaan. Het is niet dat je zo'n heel veld moet dichtgelegd krijgen. Nee, het is echt gewoon van, op dit stukje staat de slurf van de olifant. Dan hebben we nu het lijf van de olifant nog nodig. Het is echt een soort van treintje dat je dus eigenlijk moet maken. Maar wat ik hier nu echt bijzonder aan vind, hè. Ja, ik ga er zo eens even bijnemen. Je hebt die stukken met die baan dat je dan moet leggen. Maar je hebt ook nog die voertuigen dat er allemaal op staan, los. Maar hoe leuk zijn die ook, hè? Ik ga eens tonen wat er zo allemaal voorbij komt. Want ik heb hier zo hier. Roodkapje en de wolf. Zit in een mobiel. Of zo. Ja, die is eigenlijk ook al gewoon heel leuk, hè. Die leeuwenpolitieagent. Een bus vol met muizekes. En eigenlijk zie ik nu net op die puzzel zelf staan er nog zoveel meer. Daar zit ook nog een eenhoorn op, zo'n brommer. Geweldig tof om te leggen. Dat is een puzzel met 48 stukken.
Dat valt dus eigenlijk nog wel goed mee. Ze zeggen hier van 3 tot 6 jaar en ik denk dat dat wel correct is. Ik denk dat dat eigenlijk wel, wel heel goed ingeschat is. Er zitten zo een aantal moeilijkheden in, zoals die rotondes en zo. Maar daar is het eigenlijk dus gewoon een kwestie van heel goed te kijken wat er op zou kunnen passen. Zeer leuke en uitdagende puzzel voor zo voor de kleintjes. Nu, we blijven in de voertuigen, want waar dit eigenlijk gewoon een hele simpele puzzel is, hè, want ik heb net getoond dat hem eigenlijk helemaal niet zo basic is, maar dat er veel leuke extraatjes aan zitten. Nu ja, gewone puzzel, hè, daar is dit spelletje. Roads, een trapje extra. Bij Roads mag je echt de architect zijn van je eigen wegennetwerk. Heel, heel, heel leuk. Hè? Je ziet het hier eigenlijk ook. Ze hebben het echt goed gezet op die doos eigenlijk. Er zitten dus superveel stukken bij. Wacht, hè? Want dat is eigenlijk dat is een hele zware doos, die Roads. Je krijgt daar echt heel veel lagen. Ik ga het hier gewoon eens uitkappen, dat je ziet wat er allemaal in zit. Hè? Want dat zijn zo van die dingen. Op een foto zie je dat allemaal niet. Hè? Daarom dat ik hem hier uitpak. So, voilà. Hier zitten dus al die dingen. Hè? Dat zijn dan rondpunten. Je kunt dat allemaal eruit duwen, hè? Zoals dat je hier ziet. Ja, dat zijn nu een aantal wieltjes dat daarnaast steken. Kruispunten, maar ook bomenkes, huizenkes. Ja... Allee, dit is eigenlijk zo'n beetje Lego, maar dan zonder blokjes. Dit is echt gewoon bouwen, creatief zijn, wijken maken, dorpen maken, steden maken. Geweldig leuk. Niets houdt u ook tegen om zelf huisjes te tekenen, bomen te tekenen, personages te tekenen die dat ook aan dat plattegrond kunnen. Hè. Dat kan allemaal. Wat je hier ook bij hebt is een boekje met allemaal inspiratie qua wegen om te bouwen. Ze hebben dat ook heel gemakkelijk gesorteerd op moeilijkheid, zodat je ook perfect weet wat doenbaar is en wat niet. Maar eigenlijk kan je nog veel meer stratenplannen bouwen. Gemakkelijk meer dan 100, zeggen ze bij Longi zelf. De wieltjes heb ik hier net al getoond, dus je kon het al raden. Er zitten ook autootjes bij. Ze zorgen dat die auto's echt heel goed in elkaar blijven steken. Er zitten daar ook zo van die dingetjes bij. Ik probeer hier op de doos te zien hoe dat dan het noemt. Maar alleszins zo van die metaaltjes om door die wielen te steken en te bevestigen aan dat autootje. Zodat je dat ook echt als speelondergrond kan gebruiken. Het is een spelletje, omdat dat eigenlijk ook al gewoon ja, speelgoed is, hè? En zelfs niet per se een spel waar dat je dingen moet bij bereiken en sowieso moet maken, kan dat al vrij snel gebruikt worden. Bij Longi zeggen ze 4+. Ik denk dat dat wel klopt. De autootjes in elkaar steken kan zo misschien nog een beetje moeilijker zijn. Maar, en ook vooral de wegen nabouwen dat zij hebben gemaakt, is een uitdagend taakje. Dus ik denk dat dat zeker wel goed zit, zo qua leeftijd. Nu, voor de iets oudere kinderen hebben we deze twee puzzels ook nog op de website staan. Die zijn niet nieuw, die stonden er al op, maar die zijn ook allebei zo bijzonder. Je hebt deze over de planeten, 200 stukjes. Dus dat is eigenlijk een puzzel zo vanaf 7 jaar ongeveer. En deze over de aarde. Nu, ook hier, het is altijd heel moeilijk om de leeftijd te plakken op een puzzel. Want puzzelen, dat is zoiets, als ze daarmee weg zijn, dan kunnen ze vaak al heel snel heel veel stukken leggen. Maar dit zijn echt geweldig leuke puzzels. Ook weer omdat ze allemaal zoiets extra hebben. Hè. Bij die over de aarde heb je zo die verschillende elementjes dat er dan ook in zitten. En die moet je altijd zo op het juiste continent gaan leggen. Dus daar zit echt zo'n linkje in van wat is er nu echt bijzonder aan deze plek. Qua dieren, maar ook qua gebouwen. Daar zit zo wat van alles in. Echt een hele, hele toffe. Qua inzicht, zo qua nieuwsgierigheid uitlokken, zijn dat eigenlijk hele, hele fijne puzzels. Bij deze ook trouwens. Hè, met die planeten...
Dat zijn geweldig fijne dingen om zo achteraf over te gaan opzoeken en doen. Als bijzonderheid bij deze heb je ook nog dat het een licht geeft in het donker. Dus dat is mogelijk ook nog wel zo'n leuk detail dat het ze nog extra geeft. Geweldig mooie cadeautjes ook, hè? Omdat ze echt allemaal in zo'n mooie kartonnen doos komen. Boekje erbij, echt met een mooi zakje allemaal. Dus dat zijn echt dingen die leuk zijn om te geven, maar ook echt leuk zijn om te krijgen. Laatste wil ik afsluiten met een spelletje dat ook al op onze website stond, maar wat ik gewoon zo nog extra voorraad van heb ingedaan. Iets dat in niks op andere spelletjes lijkt. Dat is Draak. En dat is een spelletje om helemaal rustig van te worden en om echt zo... voor kinderen die heel hard houden van sorteren, dezelfde kleurtjes verzamelen, dezelfde vormen verzamelen, dezelfde patroontjes verzamelen, is dit echt wel iets. Hè? Een spelletje, of ja, puzzel, noem het hoe je wilt, maar het is in principe een spelletje, want er zitten opdrachtjes bij om die een draak altijd op andere manieren te leggen. Maar dat is een spel dat eigenlijk al vrij snel kan. Net omdat ze dat sorteren daarin ziet, dat kleuren herkennen, patronen herkennen, is dat heel toegankelijk. Die stukken die zijn de max gewoon. Die komen echt in verschillende vormen en maten. En ook hier dus weer, hè, je hebt daar een boekje bij met verschillende ideetjes om te leggen. Maar doe vooral ook je eigen dingen. Dit is een geweldige aanzet ook voor iets oudere kinderen. Om bijvoorbeeld een personage te maken voor hun eigen verhaal. Leg die een draak nu eens op iedere pagina van je boek op een andere manier. En probeer daar eens rond te tekenen. Zo van die dingen, dat kan allemaal, hè, met zo brede, open spelletjes zoals dit. Ja, en dan zie je, dat is een spel wat als zij aanraden, 3+. Maar dan zie je dat dit eigenlijk nog steeds kan tot het einde van de lagere school eigenlijk. Het zijn dingen die voor kinderen als ze thuiskomen van school en ze... er is al zo heel veel geweest op een dag en ze willen zo even tot hunzelf komen. Dan is dit eigenlijk iets heel leuk om hen even aan te zetten. Dan kunnen ze ook helemaal alleen doen. Je hoeft er ook echt niet bij te gaan zitten of zo. Maar dan kunnen ze even zo... gelijk dat ik ook mijn hoofd leegmaak als ik aan het puzzelen ben. Doe dat ook altijd nog zo graag. Is dit ook echt zo. Even zo kalmeren. Terug tot jezelf komen. Een momentje rust nemen. Dat is echt de bedoeling van dit spelletje. Ik moet het echt tonen. Maar die details ook altijd op die verpakking en zo. Dat is toch echt... Dat maakt het echt altijd, hè. Longy doet dat trouwens fantastisch goed. Die drukken dat ook allemaal heel lokaal. Met heel veel oog voor details. En dat maakt dat ik daar echt heel graag bestel. Want dat is ook zo nog een heel klein, charmant bedrijf. Die dat gewoon echt fantastische dingen maken. Waar ik helemaal kan achterstaan. Voilà, dat was de laatste die de revue mocht passeren. Ik hoop dat jullie heel veel inspiratie hebben gekregen. Ook vooral heel vrij hier in de comments van deze video. Als je bijvoorbeeld al een spelletje of een puzzel op een bepaalde manier inzet thuis of in de klas of in je praktijk. En misschien inspireert je ook wel andere leerkrachten of therapeuten of ouders om ook eens op een andere manier zo met die spelletjes dat ze thuis hebben liggen iets te doen. Dat is toch gewoon het fijne van sociale media. Dat het sociaal kan zijn en dat we elkaar kunnen inspireren. Dus hou je daar echt vooral niet voor in. Dat is echt, echt heel fijn. En ik geniet er iedere keer van als ik dan zo onder de video kijk wat er allemaal wordt gezegd. Daar kan ik echt, daar gaat mijn vlammetje van branden. Voilà, dat was mijn speeddate met alle nieuwe Longy-producten en zo wat oude bekende gezichten die je misschien al eerder bent tegengekomen. Dus ik hoop dat er heel veel dingen tussen zitten die je echt heel graag in huis wilt halen. Of misschien nog beter, cadeau wilt geven aan iemand anders. Hoe fijn zou dat zijn?